Allee, zeg, een date. Ik ben daar zelfs een beetje zenuwachtig voor. Ik heb dat nooit eigenlijk gedaan, zo'n echt een date? Never. Hey, Anouk. Hallo, dag Thomas. Dat is eigenlijk ook het enige wat ik van u weet, Anouk, dat je Anouk heet. En dat je graag Mexicaans wou eten. Ja, hangt een verhaal aan vast. Ik ben dus vervroegd teruggekomen vanuit Mexico, van een reis van een half jaar in Zuid-Amerika. Wow. Vanwege de coronacrisis en daarmee dat ik graag Mexicaans zou eten. Ja, oké. Wat staat er bij u op het menu? Bij mij is het guacamole met nachos. Zal, ik heb dat ook. Ik heb zelfs nog een klein beetje een hele avocado erbij, met ook nachos. Ik heb er zo wat kaas op gesmolten. En ik heb ook zo wat paprika. Ik vind dat wel tof, zo on the side. Ik weet niet of dat Mexicaans is, maar het is met tequila. En tequila is Mexicaans, hè? Ik heb voor een echte... echte corona. Zeg, vind je het goed als ik een beetje een muziekje opzet zo? Ik vind dat belangrijk op restaurant voor de sfeer, zo wat muziek. Iets Spaans dan, toch? Oh ja, zo Mexicaans, zo, hè, die sfeer, hè. Oké. Voilà. Tof. Prima. Zeg maar dus, je waart op reis 5 maanden in Latijns-Amerika. Ja. En waarom? Gewoon echt reizen? Ja, gewoon in backpacken. Allee, dus gewoon met de rugzak mijn job hier opgezegd en vertrokken naar daar. En gaat zoiets van, het is nu of nooit, niks houdt mij hier, ik ga reizen. Ik dacht ook, als ik op mijn 30 nog altijd alleen ben, dat vertrek ik. Dus ja, dat was zo. Ja. Zullen we ons pintje al eens open doen hier? Gezondheid, salut. Ja, salut. Eigenlijk toen dat zo de coronacrisis, ik weet nog de eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd was, toen werden wij ineens onze koorts werd gemeten, onze temperatuur en we moesten onze handen overal ontsmetten. En ik kwam toen in het hostel om 8 uur 's avonds en er zaten 6 mensen in de living en die vroegen aan mij, wat gaat je doen? En ik, ik weet niet, ja, gewoon naar Mexico over 2-3 dagen. Die zei, ja, wij gaan allemaal naar huis. Dan belde mijn papa, had ik mijn papa gebeld en mijn papa zei ik, ja, dat is zo nooit echt een serieuze, dat is zo'n toffe mens. En die zei tegen mij, ja, en ook we willen echt dat jij naar huis komt. En zijn ze blij dat je bent teruggekomen? Uiteindelijk ben ik wel blij dat ik beslist ook om naar huis te komen, ook om in mijn eigen appartement te kunnen zijn. Ja. De leuke dingen aan thuiskomen, die vallen nu weg. Zoals je familie en je vrienden zien. Nog eens kunnen gaan feesten met al je vrienden, op café gaan. En ja, ja. Zelfs iedereen een keer goed vastpakken, mag eigenlijk niet, hè? Ja, het was heel raar om mijn ouders na 5 maanden terug te zien en te moeten waaien. Je hebt dat niet gedaan? Je hebt strikte regels opgevolgd? Ja, mijn papa is allemaal zo voor, maar mijn mama was echt... Nee, ook mijn vriendinnen nu, dat is, je kunt die niet zien op de manier wat je eigenlijk wilt. Ja, nadien zal het dan eens zo tof zijn en het is ook wat het is, denk ik. Hey, het brengt mij wel in de sfeer zo van reizen nu. Ik zit nu wel, dat is goed, want ik vind het tof, hè. Bij mij is het anders. Hè. Ik heb net een kindje gekregen en we zitten hier eigenlijk thuis met het gezin zo wat van een verlengde kraamperiode te genieten. Dus, maar toch, ja, je zit toch een beetje opgesloten en nu dat jij zo over reizen bezig bent, nu heb ik toch weer het gevoel, nu, dit doet mij echt deugd. Dat is zo even de smaak van iets anders. Zo. Zeg, en nu? Want nu zit je komt terug, je moet naar je eigen appartementje en dan zit je daar toch alleen eigenlijk, hè? Ja. Hoe doe je dat? Doe je dan zo structuur in je dag? Ik probeer elke dag 10.000 stappen te doen. Ah, ja. Dus dat is voor mij een doel. Ja. En dat lukt eigenlijk wel, maar dan, ja, je gaat naar buiten, dus je moet je ook aankleden en je moet... En soms zie je dat mee lopen, soms zie je dat gewoon een toertje rond. Ik heb nog niet het gevoel, ik kan ook wel goed alleen zijn, moet ik zeggen. Maar ik ben ook nog maar een week thuis, hè. Ja, ja. Jullie hebben er al een week langer op zitten. Dat is waar. Mijn kaas dan ook is gewoon volledig, mijn nachos hangen volledig aan één. De kaas is al helemaal terug hard geworden. Als je dat moet opeten. Ik ga toch mijn best doen, want ik heb nog niks gegeten. Hé, Anouk, ik vond het super fijn om met je te babbelen. Ja, ik ook. Dat was een leuk gesprek. Echt heel plezant. Door u ben ik terug zo'n klein beetje op reis geweest. Dat was leuk. Dat kon ik wel gebruiken. Daar pakken we een op. Salut, hè. Salut.